You Make Me Feel So Good wordt mogelijk gemaakt door Brainwash en Winkelhacht Etten-Leur. Welkom, u kijkt weer naar een nieuwe aflevering van You Make Me Feel So Good. Nou, heel erg leuk, want vandaag hebben we een moeder met haar dochter. Nou, beide kunnen ze onze hulp voor een nieuwe look heel erg goed gebruiken. Maar er is eigenlijk meer. Ze hebben namelijk een heel erg negatief zelfbeeld en zijn erg onzeker. Nou, dat stukje zekerheid hopen we zeker vandaag terug te geven. En we gaan er een feestje van maken, dus ik begin met een lekkere taart te halen. Ik moet zeggen, jullie hebben het wel echt nodig, want jullie zijn een soort lookalike van elkaar, toch? Ja. Even groot, zelfde bril, zelfde kapsel. Dat gaan we vandaag veranderen. Maar we gaan er ook een gezellige moeder-dochterdag van maken. Nou, gezellig. Ja, hè? Zeker. We beginnen lekker met een kopje koffie en een stukje taart erbij. Nou, kijk. Dan gaan we daarna binnen. Oké. Hadden jullie er heel veel zin in vandaag? Ja, wel zenuwachtig, maar het wel heel leuk. Waarom ben je zenuwachtig? Ja, omdat het zo anders wordt, maar ja, ik zie er wel naar uit. En wat heeft mama gisteravond nog gezegd? Nou, we gaan ervan genieten. We vinden het spannend, maar we laten het gewoon lekker allemaal gebeuren. En we gaan er vooral van genieten. Hadden we het zo van, nou, laat het maar een lekker verwend dag zijn. Hebben jullie dat vaak, mama-dochterdag? Nou, dat hadden we wel, maar steeds vaker dat ze voor mijn vriendin op stap gaat. Hè? Dus heeft ze de leeftijd voor, dus dan is moeders niet meer nodig. Dus ja, dit is wel heel erg leuk. Nou, ik heb wel een verrassing, want normaal sturen we de een naar de kapsalon en de ander naar de winkels. Maar jullie mogen vandaag de hele dag bij elkaar blijven. Dat is wel fijn. Ja. Ja? Ja. Nou, dan ga ik de taart aan snijden, hoor. Nou, geniet ervan. Vandaag in You Make Me Feel So Good dus moeder Margot en haar dochter Simone. Beiden hebben ze een negatief zelfbeeld. Simone vindt zichzelf lelijk en dik. Margot is erg onzeker en ziet dit in haar dochter terug. Vandaag proberen we een beetje zekerheid terug te geven aan de dames. Nou, kijk, Mireille en Dijon staan al klaar. Maar niet om jullie gelijk aan te kleden, maar om jullie te assisteren. Oké. Want jij gaat namelijk, je hebt je dochter opgegeven, jij gaat iets uitzoeken hoe jij het liefste jouw dochter zou willen zien. Ja? Ja? En jij gaat iets uitzoeken hoe jij eigenlijk al jarenlang jouw moeder zou willen zien. Oké. Ga uit je dak, hou je achterhoofd wat mode is. Oké. En zij kunnen jullie alles ervan vertellen. Oké. Iets leuks uitzoeken, hè? Nou dames, heel veel succes. Simone en Margot vindt ze allebei heel klein van stuk. Dus ik moet echt met de kledingkeuze rekening houden dat we lengte gaan creëren. En ik wil gewoon, Simone is 14 jaar en het moet echt gewoon een jonge, leuke, lekkere meid gaan worden. Maar wat voor kleding wil je voor Simone scoren? Ja, toch wel echt tienerkleding. Zo van dat ze tussen de leeftijdsgenootjes past en niet altijd alleen maar grote kleding draagt om alles maar te verbloemen. En ja, iets wat meer vrolijk is dan wat ze nu draagt. En bepaalde kleuren? Of zeg je... Ja, ik denk vrolijke kleuren. Want ze heeft, nee, want ze heeft heel veel zwart al aan. En zwart en grijs, nooit een kleurtje of zo. En wat voor kleurtje denk je aan? Gewoon een vrolijk fel kleurtje. Even naar kijken. Ja, dat ze een stuk uitstraling weer krijgt. Dat is eigenlijk mis. Heel veel. Ja. Zullen we eens gaan kijken? Ja, prima. Voor moeder dus meer kleur en voor dochter wat jeugdiger. Wat mij bij beide dames opvalt is dat ze zich verstoppen. Ze verstoppen zich achter de pony. Ze verstoppen zich achter een hele donkere bril. En qua kleding kiezen ze ook echt voor grauwe tinten. En het liefst doen ze nog een sjaaltje om waar ze achter weg kunnen duiken. Dus ik wil gewoon echt vandaag een stuk openheid hebben. Dus dat ze gewoon zichzelf durven te laten zien. Ja, ik ben pas 14, dus ik... Nou ja, als je dan zo die meisjes in mijn klas ziet en zo allemaal vrolijke kleren aan... dan kom ik ertussen met toch donkere, sombere kleren. Dus ik hoop dat daar wel allemaal in. Ik wil niet opvallen. Juist omdat ik mijn eigen niet leuk vind. En best wel een minderwaardigheidscomplex van mezelf heb. Ja, ik zou het liefst zien dat ze uitstraalt, dat ze zich goed voelt. En dat ze niet alleen maar donkere kleren draagt. En dat ze gewoon laat zien hoe ze zich voelt.
vind het heel moeilijk van wat er eigenlijk bij die tieners nou eigenlijk zo'n beetje speelt. En wat ze eigenlijk nou echt leuk vinden. En ja, je komt wel in de stad en zo, maar dan kijk je meer voor jezelf. Ik heb nu voor haar een leuke korte spijkerrok gekozen met een leuke rode legging eronder. En een beetje een wijer shirt, maar toch een beetje met een taille erin. Gaan we wel of geen accessoires doen? Nee, want die bril hangt er al, dus dat vind ik dan... Dus bril krijg je? Nee. Ze heeft natuurlijk al een bril op. Ja. Ja, nee, ik vind het zo wel leuk. Vind je het jong genoeg? Ja, ja. Vind het wel vlot. Ja. Opdracht geslaagd? Ja, opdracht geslaagd. Wat op dit moment echt wel een trend is, en daar houden veel ontwerpers zich ook echt wel mee bezig, is dat wat ze eigenlijk op hun netvlies zien. Dus impulsen, wat je op straat tegenkomt, leuke details. Dus dat kan een zonnebril zijn, dat kan een sieraad zijn. En dan dat de ontwerpers, die slaan dat op hun netvlies. En die maken dus als het ware fotoprints, wat ze dan weer printen op kleding. En dat geeft een heel leuk effect. Daarom heb ik het zelf ook aan. Dus een gasprint. En dat is dan een fotoprint die op stof geprint wordt. En dat is echt wel echt iets nieuws wat we zien deze zomer. Nou, ik vind dit het beste setje, omdat het lekker vrolijk en vlot is. En veel anders als wat mama nu heeft. En ik denk dat dit er heel vrolijk en blij maakt. Oké, het is wel lekker frisse kleur. Je hebt leuke bij elkaar gezocht zo. Ik moet alleen even kijken of de rok niet te lang is, wat ik jou vertel. Je moeder is natuurlijk vrij klein. Kijk of het er leuk staat met de legging erbij, hè? Ja. Okay. Nou, dames, kom eens even bij mij. Want nu natuurlijk de reactie van jullie. Zullen we bij mamas beginnen? Ja. Goed zien. Wat ik van mezelf vind? Ja. Nou, wat vind ik van mezelf? Ja, ik vind het op zich wel leuk. Ik had het nooit uitgekozen. Maar ik vind de rok een beetje lang. Ik vind dat het allemaal wel korter gemaakt wordt. Maar verder vind ik het best leuk wat ze uitgekozen heeft. Best leuk? Best leuk, ja. Niet helemaal. Hé, maar ben je tevreden? Ja, maar ik vind het de rok te lang. Oké. Maar verder vind ik het echt heel leuk. Oké, andersom. Okay. Ik vind het helemaal leuk, Baffert shirtje. Die vind ik iets te lang, ik weet niet hoe ik het moet zeggen, maar... Nee, ik vind alleen het shirtje niet leuk en de rest, Ik heb graag rokjes aan. Had je dat zelf ook zo durven te combineren met het knalrode? Nee, daar niet. Nee, dat zeker niet, nee. Het grappige wat jullie over elkaar zeggen, dat doen jullie namelijk zelf ook. Ja. Want volgens mij was dat de grootste probleem. Grote kleding dragen jullie, het liefst zwart, oversized en makkelijk. Ja, lekker veilig. Ja. Ja. Dus nu is het wel een soort van dat jullie elkaar gaan en blijven corrigeren. Oké. Okay. We gaan ons best doen. Ja. Ja. Maar we zijn nog niet klaar met shoppen. Oké. Okay. Gaan we lekker verder. Margot en Simone hebben allebei een dikke buik. En als je dan een strak t-shirt draagt, dan zie je gewoon echt zo'n rol zitten. En dat is gewoon zonde. En dat probleem hebben echt wel veel dames. En dan kan je tegenwoordig gewoon goed camoufleren met corrigerende ondermode. En dan ben je ook gewoon die rol kwijt als je een strak shirt draagt. Ik heb het idee dat het echt al een stuk beter met je dochter gaat dan op de screening. Ja, dat klopt ook wel. Vorig jaar oktober ging het echt heel slecht met haar. En toen heb ik wat hulptroepen ingeschakeld en toen heeft ze wat slaapmedicijnen gekregen en een stukje begeleiding met een psycholoog. En waardoor ze toch beter in de vel is komen zitten. En sinds het nieuwe jaar, 2010, gaat het eigenlijk een stuk beter met haar. Ze slaapt weer, ze lacht weer en ze heeft weer plezier in het leven. Dan denk ik, als je 14 bent en al dat niet meer hebt, dan vind ik toch wel heel zwaar. Ja, dus ze mag er gewoon zijn, want het is gewoon een hartstikke lieve, zorgzame dochter. Ja. Wat is hetgene wat hoe het jouw leven heeft beïnvloed? Nou, de onzekerheid inderdaad. Altijd mij gezien als de mindere. En altijd alles op mezelf betrekken. Als er iets niet goed gaat, dan het altijd op mezelf betrekken. Zo van, dan zal het wel aan mij liggen. En terwijl ik eigenlijk van mezelf best wel in mijn achterhoofd weet van dat dat niet zo is. Maar ja... Het is het onzekere persoontje wat je dan bent. Ja. Maar jij hebt ook jezelf op een gegeven moment, jij eigenlijk aangegeven, ik ben er ook gewoon wel eens klaar mee. Ik wil gewoon ook die vrolijke, stralende, je wil eigenlijk gewoon een nieuw leven. Een nieuw leven, gewoon mijn nieuwe ik. Zo van, ik ben wel de 40 gepasseerd, maar ik wil er ook weer zijn. En niet alleen maar willen geven aan andere mensen in al mijn vrijwilligerswerk en de buurt en de school. Maar gewoon ook zelf weer mogen zijn. Het ook weer uit kunnen stralen. Iets wat ik heel lang niet heb gedaan. Jullie zijn eigenlijk zo hetzelfde. Jullie lijken zoveel op elkaar. Is het dan juist dat je heel een close band hebt of dat het juist botst met elkaar? Nou, momenteel botsen we eigenlijk wel heel erg omdat we zo op elkaar lijken. Zo van, allebei willen we het graag zo goed doen, maar daardoor hebben we ook heel vaak gewoon woorden. En
wrijvingen met elkaar. En ja, dat is gewoon wel balen, want eigenlijk willen we dat helemaal niet. En op de momenten dat we samen zijn, het gewoon gezellig hebben. Ja. Als je terugkijkt naar die periode dat het niet zo goed met haar ging, wat vond je het ergste moment als moeder zijnde? Nou, gewoon ja, dat ze geen plezier meer in het leven had en dat ze het ook niet meer uitstraalde. En dat ze ja, niet trok meer ze zich terug ook. Ja, ze was stil en heel erg in het negatieve. Alles was niet goed aan haar en het hoefde allemaal niet zo voor haar. En ja, ze was ook niet meer echt onder de vriendinnen. Ze kwam dan altijd maar naar huis, ging nooit eens een keer met de vriendinnen de stad in. En ja, dat doet zeer als moeder zijn. Je wil gewoon graag dat ze tussen de leeftijdsgenoten, dat ze lekker in haar vel zit. En wat je dan ook met haar deed, en dan ging ik wel eens ooit met haar nieuwe kleren kopen om juist, om, maar ja, dat deed gewoon niks aan haar. Nee. Ja. Nou, een goede, grote missie voor ons vandaag. Ja, zeker weten. Oh, wat vrolijk, Simone. Leuk, hè? Ja, leuk. Vind je er zelf van? Anders. Ik vind het wel leuk, ja. Ik hou wel van iets langers, iets vrolijks. Leuk. Ja. Je zegt wel vrolijk. Ze heeft nooit zulke vrolijke kleding aan? Nee, eigenlijk nooit. Nee, altijd een beetje saaie kleding. Maar wat is het probleem? Wat zeggen ze wel eens tegen jullie? Wat was het ergste wat ze het laatst aan jullie hebben gevraagd? Ja, of we zussen zijn. Nee, of dat jullie tweeling waren. Ja, of we tweeling waren. Dus zij moet zich jonger en kleurrijker kleden. Ja. Ja. Ik vind het heel gaaf staan. Ik vind het ook leuk. Ik vind, ik moet eraan wennen, maar het heeft wel iets. Ja, ja. Inderdaad. Het is even wennen, maar het kleurt je wel beter. En zijn jeans lekker hip. Ja. Zeker. Wat je nu ziet met deze kledingstijl is dat er gewoon een stuk openheid naar voren komt. Dus inderdaad het creëren van een lange halslijn. En dat heeft ze ook, dus dat moet ze ook zeker laten zien. En ze heeft echt super mooie slanke benen. En die moet je ook echt laten zien. En die kun je echt door middel van zo'n legging of een stuk blote been kun je die benadrukken. Veel vrouwen met een grote maat hebben al snel de neiging oversized kleding te dragen. Bij Margot heeft Dijon het anders aangepakt. Ze draagt een zogenaamde printrok. Belangrijk is wel dat je geen print op print combineert. Verder mooie kleuraccenten onder de basic top. Ook is de aandacht niet meer op de buikzone gericht. Resultaat: frissere uitstraling, slanker en langer. Willen jullie misschien heel graag elkaar ook zien? Ja, natuurlijk. Zullen we dan maar? Graag. You Make Me Feel So Good wordt mogelijk gemaakt door Brainwash en Winkelhacht Etten-Leur.